hun stralende zon verzamelden meer dan 200 geïnteresseerden op het Nieuw-Holland proefveld in De Haan. Het mooie weer leent zich uitstekend om het gras binnen te halen. De demonstratie van ronde balenpersen en van de grote pakkenpers van Nieuw-Holland kan dus op geen beter moment plaatsvinden. We hebben vandaag drie producten die we in de kijker zetten, drie sterren op het veld. En het eerste is de Rolbelt 180. Dat is een ronde balenpers met een variabele kamer die balen produceert met een diameter tot maximaal 180 centimeter. En we demonstreren hier onder andere een IntelliBale systeem. Dat is eigenlijk een systeem waarbij de pers de trekker gaat aansturen. Als de ingestelde diameter is bereikt, dan gaat de trekker automatisch stoppen en begint hij te wikkelen. Geert Cambier zorgt voor de meer technische uitleg bij de drie machines. Want dit gespecialiseerde publiek wil alle details kennen voor ze zulke investering overwegen. Eerst en vooral de breedste pick-up, 2,30 meter breedte, werkbreedte met een vijftandenbaar. Dus gewas wordt opgeraapt via de pick-up. Er is een assistrol die het materiaal geleidt naar de rotor. Dus we hebben twee types, rotor feeder of super feeder zoals dit model en een rotor cutter. Het verschil is dat er tussen de rotor dus messen zitten. Onder de rotor zit er een valvloer. Indien blokkage kun je de valvloer laten zakken en de blokkage gaat erdoor en komt in de balenkamer. De baal wordt gevormd met een combinatie van vier eindloze riemen en vijf rollen. Het voordeel van eindeloze riemen is dat die een hogere densiteit dus van baal kunnen maken. Voor het wikkelsysteem hebben we standaard altijd netbinding, maar op zijn deel kun je ook met touw gaan wikkelen. Het voordeel van netbinding is dat het veel vlugger gaat. De tweede ster op het veld is de Rolbaler 125 Combi. Dat is een ronde balenpers met een vaste kamer die balen produceert met een diameter van 125 centimeter. Hij kan zowel met folie als met net of wikkelmateriaal werken. Hier weer een 2,30 meter pick-up met 5 tandenbaar. Dus de breedste pick-up in de markt. En dan gaan we over naar een rotor diameter 470 mm. En hier heb je de mogelijkheid van met 20 messen te werken. Dus de theoretische snijlengte met alle messen komt ongeveer op een 54 mm lengte. Een toepassing dat wij hier hebben is een selector as. Dus je kan bijvoorbeeld dus met 10 messen beginnen 's morgens. En zijn die messen versleten, dan ga je selecteren de 10 andere messen. En zo kan je eigenlijk een hele dag werken zonder dat je eigenlijk hoeft te slijpen. Dan nog een ander groot voordeel. We hebben dus ook een dropfloor of een valvloer, hè, zonder gewasverlies. Dat wil zeggen, op het moment dat je rotor blokkeert, je laat de valvloer zakken. En normaal zal de blokkage erdoor gaan. Robuuste rollen maken de baal. De rollen worden automatisch gesmeerd met glijlagers. Als de baal de juiste densiteit heeft, gaat de deur open en is de wikkelaar aan zet. Wij zijn niet de enigen, maar wij hebben het beste systeem om met plastic te wikkelen. Waarom? Omdat dat gepatenteerd is. Op het moment dat je de plastic gaat beginnen, gaat hij de plastic samenbundelen. Een keer dat de plastic aanvangt, gaat hij open. Dus de balkamer gaat open. Densiteit kan geregeld worden vanuit de cabine. Komt op de wikkeltafel en we hebben dus een dubbel satelliet wikkelaar die draait aan 35 toeren per minuut. De maximum capaciteit kan bereikt worden om te wikkelen is in 35 seconden. Een andere toepassing is, op het moment dat de baal volledig gewikkeld is, gaat hij nog een extra toer doen. En de reden daarom is, als die folie niet echt vast zit, gaat hij hem nog een keer toegeven dat de folie goed kleeft aan de baal.
Last but not least tonen we hier ook de Big Baler 1290 Plus. Onze grote pakkenpers die balkvormige balen maakt met een breedte van 120 centimeter en een hoogte van 90 centimeter. De Big Baler Plus hebben we vorig jaar gelanceerd en heeft een 80 centimeter langer perskanaal dan zijn voorganger. En we demonstreren hier ook in het veld het IntelliCruise systeem. Dus die technologie laat het toe dat de pers de trekker gaat aansturen op basis van de kwaliteit van het zwad, zodanig dat de invoer van de pers optimaal is en dat je perfecte balen krijgt. Door het langere perskanaal blijft de baal langer in de kamer. In combinatie met de verzwaarde plunjer geeft dat 10% zwaardere en uniforme balen. Er wordt dus beter geperst. Dat is één van de grote voordelen van de Big Baler Plus. Maar er zijn er nog. Eerst en vooral pick-up, 2,30 meter pick-up. Actieve rol die het materiaal naar de rotor leidt. De rotor heb je maximum 29 messen, dus met een theoretische snijlengte van ongeveer 4 centimeter. Daarna wordt de voorperskamer gevuld. Indien de voorperskamer vol is, wordt die dus in het perskanaal gebracht. De cadans van de piston is 48 slagen per minuut. Deze machine is uitgerust met een vochtsensor, met een elektronische balenlengte en ook een weegsysteem. Dus het weegsysteem heeft een accuratie van plus-minus 1%. Hè. Eén ding belangrijk, we werken altijd met een dubbelknoopsysteem. Wat is het voordeel van een dubbelknoopsysteem? Tijdens het vormen van de pak zit er geen touw in de knoper. Dus kunnen we dus eigenlijk vaster gaan pakken, persen, dan vele collega's. De Big Baler is de grote ster van deze demo in De Haan. Maar ook de ronde balenpersen kunnen op heel wat aandacht rekenen. De aanwezigen zijn enthousiast. Hun vaak jarenlange enthousiasme voor trekkers en machines van New Holland wordt op een dag als vandaag nog eens aangezwengeld. Ja, het is al van in mijn vaders tijd dat we met New Holland reden. We zitten al de tweede generatie. Hoge capaciteit hebben ze, weinig stilstand. En ja, en de service die heel belangrijk is ook bij je oogstmachines. Dat je in enkele uren terug gedepaneerd bent en terug kunt werken als er iets is. Dat is zeker belangrijk.